Maar eerst nog Skobrev, deze Rus die ook in Italiaanse dienst rijdt tegenwoordig. Nooit verder kwam dan plaats 6. Wel eens brons haalde, maar dat was de 1500 meter. Kijk, Marchetto, een Russisch jasje aan. Ja. En hier is Koen Verweij. Uit Alkmaar, 19 jaar, kwalificatie op zak. Een week geleden verdiend in Berlijn met de 7e plaats. Go to the start. En ook nog Nederlands kampioen skileren gewonnen. Dat deed hij er even bij. Ready. Verweij moest eigenlijk op trainingskamp naar Denemarken. Ging daar ook naartoe, maar niet nadat hij de Nederlandse titel skileren had opgehaald. Omdat hij dat nou zo graag wilde. En hij deed het. Een mooie tegenstander in Skobrev. Dezelfde generatie als Davis. Beden met hetzelfde jaar de week junioren. Skobrev dus verhuizen in Italië. Hij voelt zich beter dan ooit. Eet gezonder dan ooit. Drinkt wijn in plaats van wodka. Dat is mooi. Het is niet voor het eerst dat Fabris met Rus in aanraking is. Een aantal jaar geleden heeft toch een tijdje Barishev training gegeven bij de Italianen. Dat was geen succes. Dat was geen succes. Dat was eventjes toen Marchetto aan de kant werd geschopt, om het zo maar te noemen. Dus Skobrev ging met beduidend meer lef dan Fabris deed. Nou, dat heeft hij ook moeten leren, Skobrev. Want dat was eigenlijk de kritiek op hem de afgelopen jaren. Dat die man zichzelf geen pijn kon doen. Hij had altijd zoveel over. En hij durft nu vanaf het begin diep te gaan. En dan heeft hij ook in Koen Verweij, vooral Koen, heeft een goede tegenstander als Skobrev. Ja, maar te snel naar de 30, is 30-5. Daar zit Fabris. Ik heb de indruk dat Verweij een beetje terugkomt. Twee tienden. Nou, Skobrev gaat al vlot naar de 31 als dat zo doorgaat. Dat moet niet. Nou, Koen, dat doe je niet handig. Dat doe je toch niet handig. Hij aarzelde. Ja, geen risico. Verweij kan natuurlijk snel beginnen, maar hij kan ook snel eindigen. Maar hoe fit is hij? We horen dat Sven Kramer een beetje last heeft. Karverij ziek is. Verweij naar de 31. Verweij 31-2. Dat heeft te maken met die wissel in de vorige ronde. Toen hij even besloot om te versnellen zoals hier. En daarna er toch maar achterlangs. Kan hij terug naar de 30ers. Dat is hem zeker aangegeven dat hij nu te veel tijd verliest. Waar Skobrev wat versnelde. Verloor Verweij een halve seconde in één ronde tijd. Verweij is op zijn best als je tegen hem zegt dat hij iets niet kan. De rondetijden zijn nu toch echt te hoog. Daar zit met krullen de coach namens Frankrijk. Colin Coach, het is in Australië. Verwijs elke ronde een tiende sneller. Van 31-2 naar 31-1 naar 31-0. Zit nog in een goede fase van de race. Maar vorige week werd Verwijs zevende. Ja, dat, als hij zo doorgaat, gaat hij dat niet even na. Want er komen ook nog twee ritten. We gaan naar de 3 kilometer. Verwijs zal dus iets moeten versnellen om weer de top 8 te halen. De snelste tussentijd voor Skobrev. 31-0 weer Verweij. Dat is toch te langzaam, Martin. Ja. Nou, wat willen we van die jongen verwachten? Het is en blijft, het is nog steeds een junior. Wereldkampioen junioren. Koentje. Ja, en hij is dit jaar nog een junior. Kan het toernooi weer winnen. Hij had het graag 3 keer willen winnen. Maar 2 jaar geleden verloor hij van Jan Blokhuizen.
die vanavond in de B-groep de 5 kilometer rijdt. Skoda heeft een goede race, hoor. Heeft nu de beste tussentijd. Maar krijgt dan ook nog te maken met de rondetijd van Hendrik in de 28. Dat weet deze Skobrev. En daar is Marchetto toch ook een meester in. Die kan schema's goed lezen. En dus deze Rus goed coachen. Hier kan hij nog winst pakken. En dat doet hij. Komt hij weer 17e. Ligt nu 2,7 seconden voor op het schema van Hendrik. En dat moet hij kunnen houden. Dat is een rekenmeester, Marchetto. Ja, maar dan moet hij onder de 30-5 blijven. Als het Skobrev lukt om sneller te zijn dan Hendrik, dan gaat hij de beste wereldbekeruitslag op de 5 kilometer ooit rijden. En daar lijkt het op. Hij verliest niet veel nu. Hij mag 30-6 rijden. En dan krijgt Marchetto deze Rus, waarvan al jaren gezegd wordt dat is een supertalent. Alleen hij moet wat harder worden voor zichzelf. Dan krijgt die Italianen van het schaatsen. Koen van Eijs het moeilijk. Ja. Zware weekenden achter de rug. Het Nederlands kampioenschap, 5 kilometer, 1500 en 10.000. Hier is het verschil nog maar een halve seconde. Ja. Want daar was die ronde van Hendrik in de 28. Nou, de lat ligt op 6.23. Een dubbeltje op zijn kant. Hij heeft een marge van iets minder dan een halve seconde. 6.23.35, daar staat het. En Skobrev gaat het halen. 6.22.76. En hij wordt minimaal vijfde. Zo goed was Skobrev nog nooit. Zoveel pijn kon hij zich nooit doen. En dat gebaar naar Marchetto, zag je het even in beeld? Ja. Dat zegt eigenlijk alles. Hij kon nog wel eens gevaarlijk worden in dit Olympische seizoen. Door op tijd de overstap te hebben gemaakt naar de ploeg van Marchetto. Ja, misschien wordt hij meteen wel een concurrent daardoor van Fabrice. Want hij is ook sneller dan de Italiaan. Dat zal toch nooit de opzet zijn geweest? Hè? Dat viel vorige week al op. Hij profiteert meer van die samenwerking dan dat Fabrice ervan profiteert. Ja, en dat zal toch de bedoeling niet zijn geweest. En wat voor effect heeft dit op de Italiaan, Fabrice? Er staat ook Kibalko op het ijs. Die kon toch ook geweldige 1500 meters rijden. Ja. Goed, Skobrev staat nu aan de leiding. En zo moet ik zeggen, is dit geen saai verloop van de 5 kilometer. Nee. Koen Verwijs. Begon met Lee. Koreaans record. Toen een Nieuw-Zeelander, toen een Fransman. En nou een Rus, Skobrev. En de rit van Hendrik mocht er ook.